Ik wens jullie natuurlijk heel veel plezier met het kijken naar deze videoband, maar vooral met het knutselen, het voorbereiden en straks met je eerste optreden als echte goochelaar. Ik ben inderdaad op mijn 9e begonnen met goochelen. Dat was gewoon als hobby en dat vond ik leuk. En dan ging ik optreden op school als de juffrouw of de meester jarig was. En op een gegeven moment werd ik natuurlijk gevraagd door kindjes uit de klas. Wie een moeder dan riep van, oh, nodig Hansje maar uit. Want als die komt goochelen, kan ik die kinderen weer een beetje bezighouden. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En mijn eerste wedstrijd was eerst in 1972 een nationale wedstrijd. En vervolgens in 1973 in Parijs de wereldkampioenschappen goochelen. Waar ik een prijs won als illusionist. Dus met een hele grote illusie. Het leuke is dan dat als je een jaar of 9 bent en mensen vragen wat wil je later worden. En je zegt ik word later goochelaar. Dan zeggen de mensen altijd ach wat schattig, klein jongetje. Die denkt dat hij, ach wat leuk, hij gaat goochelaar worden. En als je 14 bent en je zit op school, middelbare school al. Van wat ga jij laten doen? Ja, ik word later goochelaar. Dan zie je ze echt kijken. Die is gek. Dan ben je een rare snuiter. En ik weet nog heel goed toen ik 18 was en leed ik het laatste jaar van HBSA, dat bestaat niet meer, maar een soort HAVO noem ik het maar. En dat mijn leraar scheiden natuurkunde, meneer Bisseling, ik weet zijn naam nog, die zei Hans, wat ga je eigenlijk doen hierna? En toen zei ik, ja meneer Bisseling, ik word goochelaar. Ik zei, goochelaar? Hij zei, dat is toch geen beroep? Daar kun je toch je brood niet mee verdienen? Wat is dat nou? Ik zeg, en ja, ik ben tot op de dag van vandaag heel dankbaar dat ik niet naar hem geluisterd heb. En dat ik gewoon deed wat ik altijd wilde. En dat ik mijn droom gewoon gevolgd heb. Ik wilde namelijk maar één ding. Goochelaar worden. Het zat zo in me. Ik kon geen andere weg kiezen. Mijn eerste televisieprogramma waarin ik vaste gast was, was inderdaad het programma Reinje Rot. Destijds gepresenteerd door Martin Brosius bij de Tros. En in dat programma deed ik een goocheltruc. En ik deed nog een trucje en dan zei ik, nou als je nou volgende week woensdag, want het was eens per week dat programma, als je nou volgende week woensdag kijkt, dan ga ik dat trucje aan je uitleggen. Dus dat was een soort cliffhanger, noem je dat tegenwoordig. En dat werkte heel goed. Dus de directie van de Tros was vanaf dag 1 heel blij met Hans Kazan. Omdat ik voor het programma Reinje Rot een cliffhanger maakte. Ik deed je waardoor die mensen dachten, oh, maar ik wil weten hoe die dat koekje laat verdwijnen. Nou, dan moet ik wel volgende week woensdag kijken. En dus ik trok extra kijkers. En daar ging het in die tijd ook al natuurlijk al om. Hè? Hoeveel mensen kijken. Toen Reinje Rot afgelopen was, op een gegeven moment kreeg Martin Brosius, waar ik een groot bewonderaar van was. Daar wilden ze niet meer mee werken bij de Tros. Zo gaat dat soms in televisieland. In één keer hebben ze genoeg van je en dan doei. En toen werd ik gebeld door Kees den Daas, toen de directeur van de Tros. Die zei, Hans, wil jij niet een eigen programma doen? Nou ja, als je zo'n aanbod krijgt, dan zeg je geen nee. En dat werd de Bluffshow. En dat heb ik ook weer jaren gedaan, tot dan weer een nieuw iemand bij de directie binnenkwam. En die zei, Hans Kazan, van Eikel. En dan is het weer afgelopen. En toen ben ik richting RTL gegaan, want dat werd net opgericht toen, RTL Veronique. Hypnose is kunstmatig slapen. Ja. Volgens het woordenboek. Ja, volgens het woordenboek. Ja. Goed jongens, is dat goed of is dat fout? Nu indrukken. Udo, Stefan, Diana, Niels, Katinka. En Matthijs, hou even bordje omhoog. Ja, want Matthijs' lampje is nog steeds kapot. Oh. Nou, iedereen heeft ingedrukt. Hey Bas, ja. Hoe zal het vandaag met je? Heb je weer gejokt of sprak je de waarheid? Nee, het is goed. Het was goed. Nou, gaan wij eens even kijken. Laten we beginnen bij de halter in Alkmaar. Daar zie ik één keer goed van Matthijs en van de andere Matthijs. We hebben twee Matthijsen, die hebben alle twee goed gezegd. 2 punten erbij voor de halter in Alkmaar. Knap! Prijzenslag was het eerste, zoals dat heet, horizontaal geprogrammeerde programma. Wat inhoudt dat het elke dag op hetzelfde tijdstip werd uitgezonden. En ik weet nog dat ik gespot was door Ruud Hendricks, toen een van de oprichters van RTL Veronique, hè, de voorloper van RTL 4. En die vroeg van Hans, kom eens praten. En die vertelde dat, van nou, we gaan dat doen. We gaan een commerciële zender oprichten. Horizontaal geprogrammeerd, dus elke dag hetzelfde programma, zelfde tijd. Ik zei, meneer Hendricks, dat kan toch nooit leuk worden? Elke dag hetzelfde, zei ik. Dat is toch, ja, zei hij, maar dat werkt wel. In Amerika is dat standaard. En dat werkt als een tierenlier. Nou, zei ik, het zal wel. Maar ik geloof er niet in. Ja, maar dat zul je zien. Nou, zei ik, dat is prima. Toen ben ik weggegaan. En dat was ergens in juli. En vervolgens, 2 dagen later, vertrok ik naar Aruba, weet ik nog heel goed, om daar shows te gaan doen. In het Golden Tulip Hotel dat 30 jaar bestond. En geloof het of niet, ik ben daar
3-4 weken later loop ik buiten op het strand. Ik trad alleen 's avonds op. En ik kom André van Duin tegen, die in die tijd heel veel op het eiland kwam. Die zei, hey Hans, die zei, gefeliciteerd met je nieuwe show bij die nieuwe omroep van RTL Veronique. Ik zei, ik weet helemaal van niks, wat is dat dan? Ja, zegt hij, dat heeft in Nederland in de kranten gestaan. Ik zeg, ik weet echt van niks. Ik heb wel met mensen gesproken, maar dat er iets rond is, nieuw voor mij. Dus ik bel de mensen op, die meneer Hendricks, Ruud Hendricks. Ja, nee, we hebben elkaar toch gesproken, zegt hij. Ik zeg, ja, dat we het eventueel leuk zouden vinden om, weet ik veel. Nee, maar dat is definitief. Je komt toch in september terug, we gaan in oktober opnemen. Ik zeg, maar we hebben nog niks besproken, niet hoeveel en wat. Nee joh, dat komt allemaal wel goed. En ik kwam in oktober terug, het contract lag klaar. En ik ging de eerste shows opnemen en het was vanaf het begin een hit. Welkom beste kijkers thuis, welkom bij Prijzenslag, de onverbindelijke prijzenregen van RTL 4. En door u, hooggeprezen presentator, de uiterst vriendelijke en onbetaalbare Hans Kazel! Prijzenslag is absoluut het favoriete programma. Ik heb dat altijd met zo. Ik heb 888 afleveringen gemaakt en het was elke aflevering was een feest om te doen. Omdat ik niet wist wie er naar beneden kwamen, wie de kandidaten waren, wat ze gingen vertellen. En ik heb daar de meest krankzinnige dingen meegemaakt met mensen die naar beneden kwamen. Dat ik echt niet wist wie het waren en dat ik mensen achter de camera's op de grond zag rollen van het lachen. Want op een gegeven moment komt er een mevrouw naar beneden en nou, nee, die komt achter die balie, moet iets bieden, ze doet het goed, ze komt naast mij. Ik zeg, en mevrouw, vertel, verliefd, verloofd, getrouwd, met wie, waarom en hoe en wat doe je eigenlijk? En ze zegt, ik zit in de vleeshandel. En al die mensen rollen over de grond. Ik denk, wat is hier aan de hand? Was het dus een clubje hoeren uit Den Haag? Maar dat vertelde niemand mij. Maar zij wisten dat van de productie die op die vloer lag. En die dacht, nou, ben benieuwd hoe Hans zich hieruit redde. Maar ja, ik riep, nou, vleeshandel, daar vroeg ik nog wat. En toen voelde ik al, ja, er zit ergens iets wat niet klopt. Laat ik maar een ander onderwerp nemen. Maar dat soort dingetjes gebeurde aan de lopende band. Oké, nou, pak beet en laat eens zien wat er gebeurt als jij een slinger geeft. De eerste draai van Wilma levert op. Hey, blijft net hangen. Ja, je dacht dat hij doorging naar de 85, maar dat deed hij niet. Hij bleef stoppen hier zo op de 30. Er werd niet in gemonteerd, niet geknipt. Ik had een klok langs de kant hangen. En ik moest in precies 27 minuten van kop naar staart gaan. Ja, en dat was echt, dat deed ik met zoveel plezier. Dat ik echt die routine om dat te doen, dat mis ik nog wel eens. Gewoon omdat je met een hele groep mensen, want dat was een enorm productieteam, dat alles zo geregeld was en dat ging allemaal op gevoel, maar die klok die bepaalde. 27 minuten, boom, eindtune. En dat we met z'n allen probeerden daar uit te komen, dat was voor mij feest. Mooiste tijd van mijn leven. Nancy? 39. 39 gulden. 30 gulden. En Hans? 30 gulden. 30 gulden. Nou, ik ben heel benieuwd wie er het dichtst bij zit. Wij betaalden het bedrag van 36 gulden. Hans, jij zit er het dichtst bij. Als wij prijzen van de HEMA hadden, ik noem maar wat. Dan riep ik, HEMA'tje lief, wat een mooie prijzen. Oh. En dan had ik de naam HEMA genoemd en dan kregen we die prijzen gratis. Maar dat ging ook zo met auto's, want je mocht je het merk noemen, et cetera, et cetera. Dat noemden ze barteren. Dus ze verkochten reclamezendtijd tegen werkelijke prijzen. Maar op een gegeven moment kwam daar de klat in, want het mocht niet meer. Officieel mocht je niet meer barteren. Dat werd verboden. En toen werd het programma dus te duur om zo vaak uit te zenden. En toen hebben ze het verplaatst van het fantastische tijdstip 17:15 in de avond. Dat de mensen met hun bordje op schoot naar Prijsdag gingen kijken. Gingen ze ermee één keer om 17:15 zetten. Ja, natuurlijk werkte dat niet, want er waren de kinderen nog niet uit school. En de papa is nog niet terug van werken, van het werk. Dus. Ja, dan gaan de cijfers naar beneden. Dus eigenlijk was dat een soort sterfhuisconstructie. Ze hebben het expres naar een ander tijdstip gezet. En vervolgens zegt, ja, er kijkt niemand meer. Ja, als je het op een raar tijdstip uit zet, kijkt er niemand meer. Nee, dat klopt. Ja.
Het inhoudelijk vullen, ik weet dat elke keer weer opnieuw begon je met 8 vellen papier. En wat, dat maakte ik eerst de indeling van, nou, oké, een openingseikt. Even iets kleins met een beetje spanning erin, iets met humor erin, iets met telepathie en gedachtenlezen erin, iets met zus erin, iets met publieksbetrokkenheid, een filmpje, nou, la 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 la. En als je die indeling had, dan moest je dat weer gaan invullen met ja, wat het ging worden. En dat was heel veel werk. Krankzinnig veel werk. Dit is hem. Je mag er even rustig omheen lopen als je wil, je mag er onderdoor. Het is een grote glazen kist. Gevuld met water, heel zware metalen deksel, zware tafel, loopt er omheen, je mag het aan alle kanten bekijken. Oh, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk, want ja, jeewig zeg. Wat ik altijd denk is dat er... Dat is leuk dat jullie dat hebben. Ook zie de kooi staan. Henny, zo dadelijk haal ik 1 keer diep adem, ja? Dan duik ik in die bak met water. Jij weet nou dat die echt helemaal vol met water is. Ja, dat is absoluut. Ik ga aan jou vragen om het te volgen vanaf die plek daar op die gouden stoel. Ja. Wil jij de microfoon meenemen? Heidi heeft prutserig als altijd, maar ook overal wordt ook zo de tijd voor genomen. Dit zou tegenwoordig helemaal niet meer kunnen qua tempo. Dit kan ik me nog zo herinneren. En de laatste keer en dan... heb je geen lucht meer tot je eruit bent. De crane die naar boven gaat, eerst van boven erin kijkt. 21, 22, 23, ja. Is het in de studio ook nog goed? Ja, ja, dan trekt hij terug en dan gaat hij naar de onderkant en dan gaat hij door de bodem van de tafel, die is ook van het gewapend glas. Dan pakt hij daar het beeld toch op. En dan kwam die auto aanrijden met het Hennische chauffeur. Kom je halen? Kom je halen. Kom je halen. Oh ja, ja. Kom je halen. Nico, mijn eigen auto. Ik heb nog een verrassing voor je. Dus om de auto helemaal. Dan stap ik helemaal geen meer van. Wat moet mijn auto hier nou? Oscar heeft hem later gedaan, maar ik heb daarna gezegd, jongens, dit moet je niet doen, het is te link. Het is echt link. En ik weet dat ik hier toen heb ik kit in mijn keel gekregen, want ik ging echt onder water, kreeg water binnen. En die randen zijn dichtgekit en een stukje van die kit, van dat rubber, is toen in mijn luchtpijp gekomen en dat heeft maanden vastgezeten. Oh, wat een ellende. Het is gewoon door de stress van het moment. Die kist stond bij mij thuis in de schuur, de dag voor deze opname. Zonder water, dus ik had alleen mijn jek aan, ik stapte in die kist om nog even te voelen hoe dat ligt als je in die kist gaat liggen. Ja, goochelaars zijn rare mensen. En door een ongeluk viel dat deksel viel dicht, bam, en dan sloeg had je hier zo'n pin zitten en die klamp viel daar overheen. Dus in één keer zat de deksel dicht, maar ik was niet voorbereid om te ontsnappen. En als je niet voorbereid bent, dan kun je er niet uitkomen. En die kist is niet alleen waterdicht, maar ook zuurstofdicht. Dus toen ik na een half uur, ik ga het niet het hele verhaal vertellen, maar na een half uur was ik er nog niet uit. Toen begon die kist helemaal te beslaan van binnen, want de lucht raakte op. Dat zal toch niet waar zijn, dat ik hier thuis in de schuur in een waterdichte en luchtdichte kist doodga.
Nou, om lang verhaal kort te maken, het enige wat ik nog bij me had was, ik had mijn portefeuille in mijn binnenzak. En er zat een creditcard in, dat was het enige wat nog een beetje hard was, waar ik iets mee kon. En die heb ik toen tussen de deksel en de rand doorgeduwd. Als je zo dan die klamp had hangen, ging ik dat dan tussen de deksel en de dingen. Dat drukte ik met mijn schouders naar boven, die creditcard door. En dan kon ik net dit ding omhoog duwen, waardoor die los kwam. En toen moest ik hem vasthouden. En dan de andere kant met een andere creditcard omhoog. Er zaten twee van die klampen op. En zo ben ik er uiteindelijk na 3 kwartier tot 1 uur ben ik eruit gekomen. Maar dat had niet langer moeten duren, want dan was deze opname er nooit geweest. Ik raad u aan om even te blijven kijken. Nu eerst even de broodnodige reclames. Tot zo. Bert van der Veer, ja, dat was bij RTL. Die riep van, om welke reden ook. Dus, maar goed, daar gaan we het maar allemaal niet meer over hebben. Allemaal politiek, zeg ik altijd maar. Maar die dacht ook van, Hans Kazan moet weg. En toen ben ik dus toch weer bij de Tros gekomen. Hoe kwam ik daar nou? Ik denk eigenlijk door Gerard Baars. Daar hebben we toevallig net van de week afscheid van genomen. Dat is nu Avro Tros, maar dat was altijd de grote creatieve man van de Tros. Die op een gegeven moment kwam van, Hans, moeten wij niet weer eens wat? En dan zei ik, Gerard, dat is een goed idee. En kun je weer shows voor ons maken? Ja, tuurlijk. Bedenk je wel, dat doe ik nu samen met de kinderen, dus met Magic Unlimited. Dus dat is heel leuk, een leuke combinatie. En nou, ja, dan begint het circus weer opnieuw. Ze dromen dat ze zich zo in dat grote berenbed oprollen. En eenmaal opgerold, strekken ze zich langzaam uit. En ze worden groter. En groter. En groter. En groter, totdat ze plotseling alle drie even lang zijn geworden. De vaderbeer is in één keer net zo groot geworden als de moederbeer. En is net zo lang geworden als de babybeer. Mijn favoriete goocheltruc is de truc met de drie beren. Dat zijn eigenlijk 3 stukjes touw, een kleintje, iets groter en een hele grote. En als je zegt, wat doe je het liefst? Dat stukje, dat doe ik overal. En of ik nu ergens in een theater sta, of ik sta op een feest, of ik sta op Lowlands, maakt me niet uit. Want iedereen vindt het mooi. Was alles weer precies zoals het altijd geweest was. Want natuurlijk was die babybeer nog altijd even klein als hij altijd al was. De mamabeer net een stukje groter. En de papa weer nog steeds de grootste van alle drie. Ja, het zal rond 2006 zijn geweest dat ik in Spanje een theater heb gebouwd, het Magic Palace. En waar ik hele grote verwachtingen van had om samen met mijn gezin nog jarenlang mooie shows te kunnen geven aan de Costa del Sol. Alleen het enige probleem was dat ik daar een verkeerde investeerder bij aangetrokken heb. Die andere plannen met mij en mijn ideeën had dan ik zelf had. En dat is helemaal verkeerd uitgepakt. En dat is een... Zeker een financieel drama geweest in mijn leven, maar ook een drama omdat de goede man met al zijn min of meer slechte intenties mijn droom aan dichtgelijf heeft geslagen en dat is zo mogelijk nog erger. Maar ik weet dat ik op een dag daar thuis was en echt heel negatief was en dat Oscar, mijn oudste zoon dus, komt naar me toe en hij had een film gezien van Rocky Balboa, de bokser. Ik haat die films, maar hij vindt ze mooi. Toen zei hij, papa, Rocky Balboa zegt in een van de films, en dat is een hele goeie, het gaat er niet om hoe goed je kunt slaan, maar het gaat erom hoe goed je kunt incasseren. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Ik ben eigenlijk een lul dat ik zit te zeuren over mijn geld is weg en ze hebben me afgepakt en ze hebben me bedrogen. En dan ga je een beetje op de mesveld zitten huilen. Maar daar schiet je dus geen bal meer op. En dat was voor mij wel een eye-opener, waarvan ik dacht, kom op. Ga gewoon verder met de krachten die je nu nog hebt en met de kennis die je nu nog hebt. En start weer opnieuw. En toen ben ik heel erg begonnen met het geven van lezingen in het bedrijfsleven, et cetera, et cetera. En dat is groot geworden, heel groot geworden. Dat doe ik heel veel. En daarvoor het verhaal met het Magic Palace heeft daar nog steeds een hele belangrijke rol in. Omdat iedereen er wel in de verte van gehoord heeft, maar niet tot in detail weet wat er gebeurd is. En wat dat met je doet en hoe je er weer overheen komt en, nou, enzovoort enzovoort. Groeten uit de Rimboe, dat kwam op een ongelooflijk moment. Het was net allemaal drama rond het Magic Palace.
En ik werd gebeld door Reinhard Oerlemans. Die had toen een productiebedrijf, iWorks. En die maakte het programma Groeten uit de Rimboe. En ik zal je eerlijk zeggen, omdat ik in het buitenland woon, had ik dat nog nooit gezien. Ik zie sowieso bijna nooit televisie. Toen ik Prijzenslag presenteerde, had ik niet eens televisie. Totdat de directie van RTL erachter kwam dat ik geen tv had. En die vonden dat zo krankzinnig dat ze een antenne op mijn dak hebben gezet in het huis waar ik woonde en een tv-toestel. Maar goed, goed uit de Rimboe kwam er. Reinhard belde van ja, programma, dan ga je een week lang, of wat zeg ik, 3 weken lang, met je vrouw leven bij een primitieve stam ergens in het oerwoud. Lijkt je dat wat? Ik zei, goh, lijkt me hartstikke leuk. Hij zei, denk je dat je vrouw mee wil? Ik zeg, nou, we gaan altijd samen overal naartoe, dus, maar ik denk het wel, maar ik zal even bellen, want ze is boodschappen doen. Dus ik bel Wendy. Ik zeg, Wendy, 3 weken in de Rimboe bij een primitieve stam, lijkt je dat wat? Oh nee, leuk, tuurlijk doen we. Maar zeg, ze vraagt gelijk of alle kinderen mee mogen. Ik zeg, maar waarom dan alle kinderen mee? Ja, zegt ze, want dat is net in de periode, dan zijn we zoveel jaar getrouwd. Ik weet niet eens maar hoeveel jaar, maar zeg maar 35 jaar of zo. En we hadden altijd gezegd, als we 35 jaar getrouwd zijn, dan gaan we met alle kinderen iets leuks doen op een schip, de Turkse eilanden varen, weet ik veel, iets moois. Maar dat kon niet meer, want er was geen geld meer en dus geen schip meer en helemaal niks meer. En voor Wendy klonk het dus als een soort vakantie. Dus ik had gezegd, nou is leuk, ik zal het vragen. En toen had ik de kinderen ingelicht. Jongens, als jullie willen, kun je mee met papa en mama, want we gaan 3 weken in de Rimboe bij een primitieve stam in het oerwoud leven. Oh, gaaf, maar welk programma is dat dan? Ik zei, ja, goed uit de Rimboe. Papa, heb je dat programma wel eens gezien? Ik zeg, nee. Oh, dan zullen we je even wat linkjes opsturen. Nou, toen kreeg ik wat linkjes van, dat ik echt dacht, jezus, dat is wel even heftig. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, het is ook wel weer heel leuk. Want het is een andere wereld, een ander leven. En op dat moment dacht ik, ik wil wel naar zo'n Rimboe. Want de Rimboe in Nederland vind ik al, daar heb ik nou even genoeg van. Laat mij maar gaan. Zo? Yes. Oh, hoi. Oh, oh. Jongens, ja, tata. Oké, okay, let op. Chai, 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 chai. 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 Nothing in my enjoy. Hoi, mañana. Chai. Chai. En toen mochten wij, ik geloof een jaar later, een paar mensen uit de Rimboe uitnodigen om bij ons thuis te komen in Spanje. En die hebben we opgehaald, eerst midden in de Rimboe in Afrika, meegegaan naar onze wereld. Daar hebben ze vertoefd bij ons thuis. En dat zijn de mooiste gesprekken geworden, want toen, als de cameraploeg naar huis was, zaten die mensen bij ons in huis. En dan lieten ze een tolk achter, want anders konden die mensen niks zeggen. Dus dan hadden we s'avonds een tafel, en we hadden een hele grote tafel buiten in de patio. En dan gingen we eten en dat vonden ze geweldig. Eén flesje pils voor de jongens. Voor de jongens, die oude was al tegen de 70. Maar geef hem één flesje pils. Hij was zo dronken dat hij dwars door de glazen deur naar buiten wilde lopen. Want dat was nieuw voor hem natuurlijk. Maar zulke leuke gesprekken gehad. Zo mooi. Daar heb ik alleen maar hele mooie herinneringen aan. En ik dacht echt, ik heb zelden, vooral met de oude, met Lemoedjan, dus het hoofd van de stam. Dat vond ik dus zo'n beschaafde man. Innerlijk beschaafd. Dat ik echt dacht van, moet ik helemaal naar de Rimboe van Afrika, bij een primitieve stam als de Samburu, moet ik daar nou een man tegenkomen waarvan ik zeg, ja, dat vind ik nou een beschaafd iemand. Maar daar kwam ik hem tegen. En dat is, hij is me altijd bijgebleven, tot op de dag van vandaag. Ik kan een heleboel goocheltrucs nog doen, maar niet meer de technisch fijne dingen zoals ik dat vroeger kon. Vroeger kan ik inderdaad een zakenklontje pakken of en dan kon ik van alles doen. Maar met deze handen, ja, die kijk maar hoe ze staan. Ja, dit is zoals ze nu staan? Nee. Ja, maar voel dit maar. Hier, moet je eens voelen. Hier? Ja, overal. Maar dit, wow, hier, dit en dit. Zo. Ja. Inderdaad, maar je zegt van opereren doe ik niet, want... Nee, joh, ja, weet je, moet ik nou nog hele mooie manipulaties gaan maken? Mijn kracht zit hem, ik kan mooie verhalen vertellen. Nee, ik heb het altijd leuk gevonden. Het was wel zwaar. Ik heb wel eens gewoon dat ik mijn bed niet uit kon komen, dat ik helemaal zo last van mijn rug had, dat ik op handen en voeten door de slaapkamer ging. Ik kan niet meer overeind komen. En dan kwam er een dokter, zoiets als bij een voetballer, en hups, een injectie erin, en lopen jij. En dan ging ik weer. Maar, of gezond zal anders geweest zijn, maar ik deed het wel. Want ja, ik vond het ook, en nog steeds, laat ik dat even zeggen, ik vind het nog steeds leuk.
Ik geef nu allemaal lezingen in het bedrijfsleven. En dat vind ik heel gaaf om te doen. Omdat ik natuurlijk ook een boel ervaring heb in het bedrijfsleven. Met dingen met de ups en vooral met de downs. En daar willen mensen graag over horen. Hoe gaat dat dan? Wat doet dat met je? Et cetera, et cetera. Ja. Goed zo. Ik neem snel afscheid van u thuis. Leuk dat u erbij was. We zien elkaar snel weer bij de volgende aflevering van Prijzenslag. Tot dan allemaal. Dag. Tot zover het interview met Hans Kazan. Laat onder deze video weten welke jeugdheld we volgende keer moeten interviewen. En volg ons ook op Instagram.